Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie. Dit is een substitute serie, dat betekent dat deze serie eventjes tussendoor komt van de serie die ik samen met Sander heb lopen, de Soul Link, zodat Sander even wat meer tijd kan besteden aan zijn laatste weken school voor dit jaar. Dit worden gewoon de cups, elke cup een aflevering. Ik weet niet of het volledig is of dat de kring knipt, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval even een substitute serie om Sander wat ruimte te geven. En omdat dit natuurlijk een nieuwe game is en het is misschien wel leuk om die meteen te uploaden. Wat we gaan doen, we gaan eigenlijk gewoon elke cup langs. Dat is eigenlijk wat we gaan doen. In cup battles, you'll enter a tournament and try to outwit and outplay teams of CPU opponents on your way to the victory. Okay, each win will earn you coins that you can spend on gear of your characters and other things. Okay, the tournament is double elimination, which means that even if you lose a match, you'll still have another chance. Don't lose twice or you'll be eliminated. Okay, there's more about cup battles in the game guide. So be sure to check out if you want more information. Okay, it's time to get cup battles underway. I'll be cheering you on. Okay. Ooh. Okay. Laten we met de Cannon Cup beginnen. We spelen met Luigi natuurlijk. En natuurlijk de Geert Luigi. En ik heb graag Bowser in mijn team. Ik weet niet of ik een Geert Bowser heb, volgens mij niet. Ik wil wel met Wario spelen. Even kijken. We hebben best wel wat strength. Wacht, Wario is niet handig als we Bowser al gebruiken, want die zijn redelijk hetzelfde. Ja, we gaan Peach ook gebruiken. En laten we Mario ook gebruiken. En we pakken natuurlijk het clubje nu. Laten we Lava Castle spelen. Oké. Okay. Oh, blijk. Hey. Waarom zien we de Nee, ik weet niet waarom we de onderste battles niet zien. Maar we moeten in ieder geval tegen de Scramblers. Dus let's go. Oh, we moeten tegen 3 Yoshi's en een Bowser. Oké. Okay. Ik ga ervan uit dat dit niet al te moeilijk moet zijn, aangezien dit de eerste cup is. Ik moet zeggen, ik heb nu een aantal keer online matches gespeeld. Veel gewonnen, veel verloren, dus ik... Ik kan niet zeggen dat ik goed ben, maar daar helpen deze cup battles misschien wel mee. Om gewoon een stukje beter te worden. Dus dat gaan we in ieder geval proberen. Nice, oké. Okay. Heel veel zit wel echt anders in elkaar dan de oude games. Nu is het in de oude games al zo dat je niet altijd meer makkelijk gewoon kan scoren, zeg maar. Maar dat is in deze game nog moeilijker. Je had, zeker in de eerste Mario Strikers, had je echt dat je als je een getimede voorzet gaf, dan had je echt grote kans om te scoren. En dat is hier niet. Hier is het voor mijn gevoel altijd een beetje, je doet maar wat en moet je geluk hebben dat, nee hier, die orb moeten we hebben? Ja, we hebben de orb, oké. Die orb is dus belangrijk voor superstrike, dat is wel echt goed in deze game. Dat je niet altijd zo overal maar superstrikes kan doen. En dat je superstrikes ook, als die niet perfect is, tegen kan houden. Kijk, deze is niet perfect, dus die zou je zomaar tegen kunnen houden. Hij zit, nice, 2-0. Superstrikes zijn natuurlijk 2 punten waard, maar dat is bij de oude games ook zo. Okay.
Oh, we hebben geen items. Ik dacht al, waarom doet er geen item gooien? Maar ik had geen item. Piem! Lekker Peachy de winner. Lekker keeper. Wow, yo, hoe kan die bal erin? Wat is die keeper aan het doen? Oké, ik voel me genaaid. Genaaid door de game. Ik hoop trouwens dat het switchgeluid niet te hard staat, maar daar kom ik mezelf achter straks. Kut, dan hebben we de boost. Oké. Zo, ik zat nog bijna ook. Oké. Deels ook niet zo goed, maar wellicht zit hij. Lekker Peachy, building. Jezus, hoe vaak moet ik schieten, hè? Oké, lekker Bowser Ring. Kut, we hebben hem. Oh nee. Oeh, dit kan zomaar eens een goal worden. Dan zit hij of niet? Nee, dan zit hij niet per se. Oh. Maar ja, in ieder geval niet voor 2 punten. Hij was veel sterker dan normaal. Tenminste, normaal. Normaal kan ik hem altijd wel, zeg maar, wegspammen. Alleen dat lukte me nu niet. Als je zo'n schot maakte op de GameCube, dan zat hij heel vaak. Oeh, het is op 0 minuut 0000. Zag ik die dat? Ik weet nu niet of die de animatie dan nog afmaakt. Ja, hij maakt hem nog af, ondanks dat de tijd op is. Hier, 6-2, jonge bitches. Nice. We gaan door, denk ik, hè? Of moeten we dan... Oh nee, ik blijf 2 levens halen. Oh, oké, nice. We moeten nu tegen de Buzzsaws. Oh, en nu komen onderin de Loser Boys. Oh, ik zie het. Got it. Ik snap de bracket in ieder geval nu. Oké, we hebben de bal.
Ik mis wel een aantal iconische items hoor. Vooral de ijsschilden. En de triple banana's, die mis ik ook. Je keeper, wat doe je? Ja, score hem dan, jongen. Die voor ons, nice. Deze zit sowieso. Dit is een instant goal. Nice, 2-0. Lekker Bowser. Ik word hier genaaid waar je bij staat. Oké. Knoflook man, schiet me op. Bowser, die had kunnen scoren. Oké, we got it. Pak die bal, nice. We hebben de boost. Nu nog de bal, ja, we hebben de bal ook. De Bowser miste maar deze, dit is geen goede bal. Kom op, Peachy. Kabooming. Oh, de rebound was weer niet voor ons. Kom Mario, schiet maar. Nice Mario, je moet gewoon niet full chargen. Dan heb je veel grotere kans dat die zit dan als je wel full charge. Wat heel raar is naar mijn mening, maar ja, zal wel. Laten we eens naar Mario Super Strike kijken. Oh, never mind. Toch maar die van Luigi. Ah, is 4-1. 41 seconden. Lekker. Pak hem, lekker Luigi. Dit is heel sad. Lekker keep. Wat een baas, hè, die keeper.
4-1 gewonnen. Nice. We gaan door naar de halve finale. Nee, de finale denk ik. Volgens mij wel. Oké, we moeten weer tegen dezelfde als net. Maar ik heb wel nog 2 levens. Ik weet niet hoe dat dan zit, maar... Het kan goed zijn dat als ik nu verlies, dat ik dan alsnog een kans heb om te winnen. Maar we moeten tegen dezelfde. Tegen de Buzzsaws. Oké, let's go. Laten we die cup even in ons wachtsleping. Oh, Luigi, nice. Bowser, lekker. Schiet maar. Nee, schiet maar niet. Oké. Oké, kom maar met die bal. We gaan maar voor zo'n super strikey. Kom op Mario, ja. Yeah. Nice, die zit sowieso. Luigi Tornado. Ik heb er een... Waarom is er geen gear geëquipt eigenlijk aan Luigi? Dat is wel raar, want die hoort geëquipte gear te hebben. Misschien is hij niet visible in cup mode of kan. Oké. Okay. Lekker. Oké, 3-0. We gaan deze cup winnen, boys and girls. Ik scoorde, maar ik wil eigenlijk ook die bal pakken. Dat is niet gelukt. Wat joh. Au. Lekker Mario. Goed, lekker Bowsering. Oh. Goed. Auw. Die is voor hun of niet? Ja, die is voor hun, kids. Oké, uitkijken nu. Lekker. 5-0. Kaboom. Nice. Oké. Okay. Oké.
maken. Oké. Deze heb ik nog niet gezien van Mario. Die is best wel vet. Oké. Hoe kan je die missen, Bowser? Ik wou al zeggen. We hebben de 0 gehouden. 6-0 gewonnen. Lekker. Volgens mij zijn we nu winnaar van de Cup 1. We hebben nu ook een, net als bij de oude games, een soort van huldiging of dat niet? Ja, volgens mij wel. Kijk eens. Cup is binnen. Nice. Congratulations, Cannon Cup Victory. 400 coins, hotse flotsing. En jullie bedankt voor het kijken van de eerste cup. Ik hoop dat jullie de volgende cup ook met mij willen kijken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.